hebt het zonnetje meegenomen. Hoi. Morgen. Lekker wingertje. Ja, je hebt de wolken meegenomen. Dat is goed voor de compost. Nee, en voor de tuinen. Ja, daarom. Ik zit hier bij een bijzondere apparaat, een mooie tuk-tuk. En die houdt compost op. En ik heb hier een van de jeveuze, zeg ik dan maar zo netjes. Kan je vertellen, wat doe jij met deze club? Nou ja, ik ben een van de compostbakkers. En mijn grootste taak is vooral het karretje ronddraaien. En ja, mijn hobby is toch wel de compost eigenlijk. Dus ik vind het super leuk om daarmee bezig te zijn. Anne, kun je deze in de kar doen? Tuurlijk! Oeps. Ja. Daar zit er, hier komt van alles in. Hier zit dat boekje samen. Ja, dan kan je vanaf de achterkant tellen. En nog een emmertje. Nou, ik heb hier twee mensen, ja. Daar staat mooie compostbakkers op de muts. Gaan jullie brood bakken? Nee, we gaan compost bakken. Dat kun je toch wel lezen? Nee, mensen kunnen GFT naar buurtuinen brengen. In dit geval de Markustuin. En daar in de tuin staan mooie bakken en daar wordt compost van gemaakt. Van thuis, van de groente uit de keuken, kan je daar brengen. We gaan er daar compost van. Nu belandt het in de vuilnisbak. Het wordt niet meer opgehaald door de gemeente. Nou, het is geen afval, maar het is grondstof. En tuinen kunnen dat heel goed gebruiken. Hoeven ze geen compost aan te voeren. Kinderen kunnen zien hoe het proces werkt. Want ja, die beseffen dat ook niet. Dat al die schilletjes en koffiedik en dat het gewoon weer door de beestjes afgebroken wordt. En voor hele mooie materialen zijn voor de tuin. Waar we gezonde voeding weer op kunnen telen. Kijk, gezellige winterwortel erbij. Kijk eens, deze meneer die werkt goed mee voor de buurtcompost. Heel goed. Ik ga niet de vuilnisbak in, maar gewoon even kijken. Ik doe dat voor jou. Ja. Oké, ik zal het aan Kitty doorgeven. Wat voor soort dingen kan ik zeg maar inleveren bij zo'n bak? Nou ja, we hebben flyers gemaakt om mensen te informeren. Dus alles wat hierop staat, de belangrijkste dingen. En dan hebben we op de achterkant van de flyer hebben we nog een uitgebreider lijstje en een beetje toelichting erbij. Maar mensen kunnen ook altijd naar de tuin gaan en daar met hun vragen komen. En dat is ook de bedoeling, dat er gewoon ontmoeting is, uitwisseling. En dat er ook mensen naar de tuin komen die misschien geen groene vingers hebben, maar wel een groen hart. En dat het zo een knooppunt wordt in de wijk. Vandaag is er een opening van een buurtcompostplek in Moerwijk zijn we. En daar hebben we net een rondje voor gereden om GFT op te halen bij mensen die dat wisten. En ook aandacht te vragen door flyers rond te brengen. En bij scholen een beetje uitleg te geven. En dadelijk is hier de officiële opening. En in afwachting daarvan zit ik hier en drink ik een kopje koffie. Is het alleen hier of op meerdere plekken in de stad? Er zijn uit mijn hoofd zeg ik 8 plekken in Den Haag. En er komen er binnenkort nog een paar bij. Op onze website compostbakkers.nl kan je alle plekken zien waar ze zijn in Den Haag. Ze zitten door heel Den Haag verspreid. Hier in de Markustuin in Moerwijk bij de Johan Blasiusstraat gaan we vandaag de bakken officieel in gebruik nemen. Laat die flyer eens zien in je hand, zo. Wat een leuke emmer met die stickers. En ik heb hier een aantal
harde werkertjes die het composteerproces doen. Want je gooit aan de ene kant gooi je de schillen in de bak. En aan de andere kant komt er keurige, prachtige zwarte aarde komt eruit. En dat doen onder andere deze wurmen, maar ook allerlei andere beesten en kleine insecten en bacteriën en schimmels die in de natuur voorkomen. Het is een heel natuurlijk proces. En je krijgt er prachtige, mooie, schone aarde van. Daar gaat de thee. Het zijn eigenlijk positieve mee-eters. Ja, heel zeker. Ja, ja, zeker. Nou, het werk wordt gedaan. En in het begin heb je vooral de bacteriën en de schimmels. En dan wordt het heet. En daar komt stoom uit. Dus nou ja, hoe leuk is dat om te laten zien aan kinderen dat het gewoon die temperatuur bereikt. En dat al die beestjes aan de slag gaan. Koelt het weer af, dan komen er weer meer wormen in en pissebedden. En duizend poten. Nou ja, weet je, we hebben... Kinderen kunnen dat ook gaan onderzoeken. Dan nemen we die fase die nog niet zo afgebroken is. En dan kunnen ze gaan zoeken naar wat ze tegenkomen. Denk je, oh, dit is een goed plekje. Het fascineert mij ook nog steeds dat je van in een paar maanden tijd van schillen naar prachtige aarde gaat. En het blijft gewoon mooi om te zien hoe dat werkt. En ook om dat aan andere mensen uit te leggen. Ja, en door het vooral de groente- en fruitresten, door het GF dus, daardoor bereik je hoge temperaturen, waardoor het nog sneller gaat dan een koude composthoop, meestal die je achter in de tuin hebt. Er worden nou ja, ziekte, kiemen, gedood, onkruid... gaat kapot, behalve bepaalde onkruiden die nog wel overleven. Maar die kun je, ja, dat moet je weten. Dus daar is die tuin voor, om dat te vertellen aan mensen. Er is een naam, maar zelf. We hebben bijvoorbeeld hier snijbloemen op staan, bloemen. Ja. En dan zeggen mensen, hoezo, bloemen is toch ook organisch? Maar dan zeggen we, ja, dat is wel zo uit de tuin. Maar van de bloemist, daar zitten nog wel heel veel pesticiden op. En het is gewoon het feit dat mensen dat dan weten. En dan gaan ze misschien nadenken en denken, oké, ja, het gaat wel de grond in en dat eten we weer. En, Ik mag er toch wel plastic in gooien? Nee. Zo. Kijk eens, dit is bijna vol. Ja, plastic omheen, dat is ook niet, hè? Oh, papa, batterijen, dat mag niet. Wat? Die plantjes. Ja, dat mag ook. Dat wel. Is afval van thee. Ja. Thee, dat zelf, vinden we gewoon wel. Ja. Nee, alles mag erbij. Oh ja, die aardappelschillen, hè? Aardappelschillen mag wel. Met maten. Precies, een manier. Nou, het leuke is dat wij dus dat buurtcomposteren in moestuinen doen, buurttuinen. Dat het niet het ophalen is alleen van GFT, maar mensen ook echt met die schillen in een tuin komen. En daar andere mensen uit de buurt tegenkomen. Zien wat voor groentes er verbouwd worden. Denken van, hé, dat ken ik niet. Wat doe jij daarmee? Of hoe gaat dat? Dus langzaam een beetje meer in het groen misschien geïnteresseerd worden. En weer de groene vingers krijgen. Ja, het begint met zaadjes, zeg ik altijd. En die moet je opkweken. En compost komt uit het Latijn en dat betekent dat wat samengebracht is. Dus niet alleen schillen, maar ook juist mensen. Ik heb het wel bijna geen dingen. Nee, maar deze gewoon eruit. Hij is niet zo lekker. Die kan hem niet meer opeten, zie je? Als hij niet meer kan opeten, dan kan het wel te composten. Ja, en die gaan we klein maken. Deze, die is heel groot. Als je hem klein maakt, dan wordt hij lekker door de beestjes weer opgegeten. En dan als je dit erin doet, dan wordt het namelijk gewoon compost in de derde bak. En hebben jullie nog wensen en plannen of ideeën wat jullie graag zouden willen doen? We zijn nu bezig met die uitrol van het programma van Fonds 1818, buurtcompost. En ja, het is niet alleen Den Haag, maar ook de hele regio van Fonds 1818. En dat gaat nog steeds door. Maar we zijn ook bezig met om te kijken hoe we met scholen kunnen samenwerken. Dat kinderen dit gewoon weten hoe dit werkt. In België hebben we goede contacten met compostmeesters. Nou ja, die doen het daar op een hele leuke manier. Oké, dan verklaar ik hierbij deze prachtige compostbakken voor geopend. Ik zie foto. Hey. Ja, hij is al niet zo wakker. Ja! Tuinen, samentuinen, buurttuinen, volkstuinen, moestuinen, die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden via de site van Fonds 1818. Daar staat een inschrijfformulier en dan komen wij langs om te kijken of de tuin geschikt is, of de plek geschikt is. En of er voldoende mensen zijn die willen composteren, want dat is ook wel belangrijk. Want het is wel een proces waar een aantal mensen
bij moeten besteden. Het is heel interessant. Het is ontzettend leuk om te doen.